In u dus onze verslaggever Floyd Aden. Floyd, nekken gebroken van diertjes. Wie zit erachter? Ja, het is een heel pijnlijk verhaal hier in Uden, want die kippen zijn inderdaad gewoon bruut vermoord. Katie, jij bent van de kinderboerderij. We moeten toch even kort laten zien, Koen en Arie, waar het om gaat. Ze liggen hier beneden. We gaan ze toch even pakken, hè? Ja. Het is wel luguber, maar we moeten het even doen. Ja, zeker. We moeten het even doen. Even kijken. Hier gaat het om. Dat is de kip van Katie die vermoord is. Een gebroken nek, hè? Ja, gebroken nek en een steekwond. Ja, een steekwond is een wit kippetje. En dit is ook een kip, of is dit een... Ja. Dit is een kip? Ja, dat is ook een kip. Een bruine, verige kip en geen hoofd meer. Onthoofd, deze kip. Ja, en ook geen nek meer. En ook geen nek meer. Is er gewoon vanaf op brute wijze. Wat bezielt die mensen? Ja, ik snap het echt niet. Dat, nee. We worden er... heel verdrietig van en ontzettend boos. Ontzettend boos, we gaan ze toch maar weer even wegleggen. Want heel fijn gezicht is het niet, lijkt mij. Zo, even uit beeld. En we zijn weer in beeld, zonder kip. Hoe komt dit nou? Wat is er precies gebeurd? Kom even hier. Wat is er nou precies gebeurd? Ja, wat er precies gebeurd is, dat weten we niet. Want we waren er zelf natuurlijk niet bij. Anders dan hadden we ze al te pakken gehad voordat ze het konden doen. Op de nacht van zaterdag op zondag afgelopen weekend is tussen 7:15 s'avonds en 8:30 s'ochtends iemand bij ons op ons andere dierenparkje, op het sportpark, ja. Over het hek heen geklommen. En ja, die heeft de kippen uit de kooi gehaald en ja, bruut afgeslacht. Ja, waarom? Wat denk je, waarom is dat? Is dat wel vaker gebeurd daar of hangen daar een beetje vreemde mensen rond of hoe kan dit? Ja, het is gelukkig nog nooit vaker gebeurd. En ik mag ook echt hopen dat het nooit meer gaat gebeuren. Want dit is gewoon verschrikkelijk. Ja. Er hangen wel vaker mensen rond. Maar ja, er kan ook zomaar gewoon iemand langs rijden. En die gek in zijn hoofd is en die dat gewoon doet. Ja, deze waren dan bevroren. Jullie hebben dit ook als bewijs ingevroren. Die wij net vast hadden, die kippen eigenlijk. Ja. Om te laten zien wat ook zo'n idioot doet. Ja. Er is nog niemand gevonden, hè? De politie is nog op zoek. Jullie zijn nog op zoek? Ja, we zijn zeker nog op zoek. Daarom komt het nou ook overal op tv en op Facebook en overal in de kranten. Want we willen gewoon weten wie dit gedaan heeft. En zodra we daarachter komen, dan moet ik ze zelf niet in mijn handen krijgen. Nee, nou ben ik verslaggever en gewoon neutraal. Maar Katie, roep maar even iets op. Zeg maar even wat voor mensen dit zijn en dat jullie naast op zoek zijn. Het zijn in ieder geval stelletje psychopaten. Ja. En gewoon een stelletje klojo's. Een stelletje klojo's. Ik herhaal wat Katie zegt. De kippen zijn er niet meer, helaas. Maar ze zijn nog wel op zoek naar de daders hier in Uden. Wat bezielt je om dat te doen?